Wat gaan de burgers van de gemeente concreet merken van deze nieuwe coalitie? Ja, meer ruimte. Meer ruimte, vroegtijdige betrokkenheid is ook nodig vanuit financieel perspectief. Verenigingen, instellingen, bedrijven worden vroegtijdig in de positie gebracht om hun ideeën in te brengen, om ook de handen uit de mouwen te slaan, om te investeren, om goede voorstellen te doen. En dat zal echt anders zijn dan in het verleden. Ik denk veel meer kansen voor onze inwoners, dat de gemeente weer wordt waarvoor die bedoeld is, namelijk voor onze inwoners. Dat is belangrijk. Dat we het echt op een andere manier gaan doen. Dat we hun meer gaan betrekken. Dat we niet gaan zitten op tegenstelling, maar veel meer om te kijken van wat kunnen we wel bereiken en wat wil nu iedereen. Daar gaan we met name op inzetten. Concreet zullen de burgers merken dat wij meer ook met de burgers samen in gesprek willen om te kijken hoe we zaken van onderop kunnen opbouwen. We praten een tijd en we praten nog meer een tijd. Maar op een gegeven moment dan besluiten we ook en dan gaan we ook uitvoeren. Dat is denk ik de kracht van deze coalitie. Dat we met de burgers het samen willen doen. Maar op een gegeven moment ook bereid zijn om beslissingen te nemen en het gaan doen voor deze stad. Maar concreet? Ja, heel concreet. Kijk, ik heb nu ook het speeltuinbeleid weer in mijn hoede, om maar een voorbeeld te noemen. Dat wordt opgezet vanuit de buurtbewoners. Wat willen buurtbewoners? Wat willen jongeren? Waar is behoefte aan? Dat gaan we doen.